Ik vind het echt van het gekke. Echt, zolang er, als er echt vijf beter zijn, dan moet je hem eruit gooien. Of als hij aan het elastiek hangt, dan moet je gaan kijken, een keertje naar leeftijd gaan kijken. Maar ik vind in de Nederlands elftal moet je altijd de 18 of de 20 of nu dan de 25 beste selecteren. En daar hoort Jeroen op het moment absoluut bij. Ik weet niet of vandaag, hij was weer uitstekend. Hij is topscorer van de hoofdklasse. Het is ook niet iemand die nu aan het werken is en een beetje minder verdoet. Nee, het is echt een topsporter. Die verzorgt zichzelf goed. Zorgt dat hij altijd fit is positief. En dat is onze captain. En dan kan je mij. Ik begrijp er helemaal niets van, maar gelukkig, ik maak die beslissing ook niet. Gelukkig ook. Is hij niet een beetje te oud straks in Tokio? Dan is hij al 34. Ja, dat hoor ik ook constant. Maar zolang er niemand beter is, moet hij gewoon in Nederland zelf spelen. En waarom hebben we het altijd over een traject van 4 jaar? We hebben een WK over 2 jaar, een EK in eigen land over een jaar. Je speelt het Nederlands elftal, daar horen de beste te spelen. En sterker nog, als een mentale weerbaarheid een probleem is, wat je vaak in de pers hoort, dan moet je niet iedereen gratis een ticket naar het Nederlands elftal geven op een 18e. Nee, dan moet je ze laten klokken en zorgen dat ze Jeroen of een andere eruit klokken. En dat is absoluut niet gebeurd. Maar die toernooi tussendoor, dat schijnt een beetje tussenstops te zijn. Ja, dat is natuurlijk echt belachelijk. Een EK in eigen land, een WK. Sorry, zijn we zo arrogant. Kijk, als ze nou al 15 jaar alle EK's en WK's hebben gewonnen, dan zeg je op een gegeven moment, joh, maar de Olympische medaille blijft uit. Dan zeg je op een gegeven moment, joh, weet je, dat EK zetten ze iemand als voorbereiding. Maar kom op zeg, Nederlands elftal, ze gaan zeven weken voorbereiden. Het moet gewoon met het beste team gebeuren, altijd. Waarom luistert niemand naar jou? Je hebt zo'n duidelijke mening. Ja, er zijn ongetwijfeld mensen die daar, die er misschien, hoe ga ik dit goed zeggen, die er denken veel meer verstand van te hebben. En voor jongen als doel op zich, daar hou ik totaal niet van. Het is Nederlands elftal, de beste spelers moeten daar spelen. En dat is volgens mij in elke sport zo. Hoe is Jeroen er zelf mee omgegaan? Ja, erg goed. Jeroen is natuurlijk van zichzelf erg positief. En als tof, kijk, bij hem doet het denk ik meer pijn dan bij anderen, omdat het gewoon echt hij leeft er echt voor. En dan zo. Hij voelt zich echt, volgens mij voelt hij zich een beetje ook echt ondankbaar. Weet je, doet het goed op de spelen, is al positief, komt altijd hard trainen. Ga even in de reden vallen. Goed op de spelen tegen België en tegen Duitsland was niemand goed op de spelen, toch? Eens. Misschien. Ik bedoel, als niemand goed is, dan hij ook niet. Maar volgens mij is hij en nog twee anderen, of één ander is eruit gegooid. Dus het is makkelijk. Die hoge bomen omzagen. Ik vind dat te makkelijk. Echt, tenzij er iemand beter is, dan moet je het vooral doen. Maar vooralsnog is er niemand beter, dan moet hij er gewoon staan.